Mijn naam is Henk Krol, maar jullie mogen vandaag ook Babs Krol zeggen. Ja, dat Babs dat slaat dan op buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Het woordje Babs zal Henk Krol voorlopig niet meer gebruiken. Want de bruidsparen die vandaag op het stadhuis trouwden, hadden als laatste de kans om door de Eindhovenaar getrouwd te worden. Het is namelijk zijn laatste dag als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, ik vind het ook heel droevig om mee te stoppen, maar ik moet wel even, want mijn verkiezingscampagne voor 50PLUS gaat beginnen. Het wordt voor mij een hele drukke zomer en ja, dan moet ik gaan schappen in mijn agenda. Maar ik doe het met zoveel tegenzin, dit stoppen, want dit is mijn leukste hobby. En die drukke periode voor de Tweede Kamerverkiezingen valt helaas niet te combineren met het schema als trouwambtenaar. Maar dat vindt Henk Krol wel heel jammer. Je mag de mensen op hun leukste dag van het jaar begeleiden, leukste dag van hun leven begeleiden. Je komt altijd blije gezichten tegen, het is altijd een feestje. En ja, daarnaast heb je ook een wettelijke functie. Je trouwt zelf niet, maar het paar trouwt. En dat is een bijzonder moment, daar moet je ook altijd iets leuks van maken. De 6 bruidsparen die vandaag getrouwd werden door Henk Krol hadden dus nog geluk. Toen ik hoorde dat Henk Krol het was, toen zei ik tegen Waldien al, ja, volgens mij heeft hij gewoon humor. En dat komt helemaal goed. Hij heeft het heel leuk gedaan inderdaad. Hij begrijpt ook meteen wat je bedoelt. Je hoeft het niet allemaal uit te leggen. En het is een hele open, eerlijke man. Ja, daar houden wij wel van. Hij is gewoon leuk. Hij is gewoon aardig en een hele lieve man. Jammer dat hij het niet meer gaat doen. Ik denk dat heel veel bruidsparen iets gaan missen. Wat wij toch stiekem nog hebben meegemaakt. Of Henk Krol definitief stopt als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is nog niet helemaal zeker. Die beslissing hangt af van het resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen.